Er is op gruwelijke en respectloze wijze geprobeerd om de dood van de vrouw te verhullen, zei de officier van justitie vandaag. Maar hij zit met één groot probleem. Te weinig hard bewijs. 5,5 jaar na het vinden van het lichaam van Katrina Kaniak ligt er eindelijk een eis op tafel. 12 jaar cel voor verdachte Robert-Jan B. De vraag is wat daarvan overblijft, want de rechtbank zit met één probleem. De deskundigen worden het er niet over eens waar zij aan overleden is. En zonder zo'n doodsoorzaak is het heel moeilijk om iemand voor moord of doodslag te veroordelen. Doodsoorzaak is, ondanks dat alle pathologen van Nederland die iets kunnen vertellen, zijn gehoord. Hebben gerapporteerd en ter zitting zijn ondervraagd. En men zegt, ja, we weten het niet. Het kan net zo goed zijn dat zij spontaan is overleden. Dus als dat niet vastgesteld kan worden, dan kun je niet praten over een levensdelict. Dan vind ik ook niet dat je kunt praten over een eis van 12 jaar. Het Openbaar Ministerie komt met een hoop verklaringen die allemaal wijzen in de richting van Robert-Jan B. Maar theoretisch kan iemand anders het lichaam van Katrina Kaniak in de kliko hebben gedaan. Ze lag afschuwelijk genoeg in de opberghoes van haar trouwjurk. Als je de situatie zo 1, 2, 3 op het eerste gezicht bekijkt, dan is het volstrekt onlogisch dat als je iemand om het leven zou brengen, dat in je, het lichaam in je eigen huis stopt. Tenminste, zou ik zeggen.